Hey, jongens, wat leuk. Joekie. Kom binnen. Oh, wat lekker. Kijk eens. Apple crumble. Kom binnen, pas op voor de trap. Het zijn een paar treden. Joekie, om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Van ja. Wie of wat krijg jij nou vlekken in je nek? Ik heb soort van het onlangs meegedaan in De Slimste Mens. Toen ik dat terugzag, toen dacht ik... Ja, daar zit hij wel met een rode boei en flink wat vlekken in mijn nek. Op het moment dat ik een vraag kreeg die ik echt moest weten, bijvoorbeeld wat weet je van MTV? Nou, ik kom uit de muziekindustrie, dus ik weet alles van MTV. En dat was precies het moment dat ik helemaal niks meer wist. Je keuken ziet er wel echt smetteloos uit. Wordt hier wel eens gekookt? Kook jij? Ja, ik kook eigenlijk wel. Als ik kook, dan ontploft de keuken. Echt, dan ligt het overal. Ik ben iemand die smijt de ingrediënten in de pan en... Het kan nooit normaal. Het is echt, Lizzie die kijkt ook dan en die zegt altijd, het is echt, ja, echt een slagveld bij jou op de plaat. Dus ik maak het ook eigenlijk altijd wel gewoon goed schoon daarna, maar ik ben wel een messy cook. Welke zonde die je begaan hebt, zou je eindelijk eens willen schoonwassen? Ik heb toen ik 13 was geld gestolen uit het portemonnee van mijn moeder. Ik heb daar nog tot de dag van vandaag spijt van. Het was ook niet echt een beetje of zo. Het was gewoon, ja, veel. Heel veel. Sorry, mam. I love you. Ik was materialistisch en een sukkel. En wie is hier in huis echt de allergrootste vlekkenmaker? Lizzie, Jagger of jij? Of nou, allemaal? Nee, dat is op dit moment duidelijk Jagger. Die zit in een fase dat gewoon alles op de grond gaat. Wat er ook staat, het gaat op de grond, hè? Ja, jij gaat... Oké. Hoe opvliegerig kun je zijn? En krijg je dan wel eens een blinde vlek voor je ogen? Ja. Ik kan wel redelijk opvliegerig zijn, hoor. Dat heb ik denk ik van mijn vader. Die was dat ook wel. Er zit toch een bepaald temperament in mij en ook in mijn vader. Vroeger had ik daar wel wat meer last van, hoor. Driftbuitjes. Maar nu, nee, die valt van mee. Ik kan wel de laatste tijd wel boos op jou worden als je echt alles bij elkaar blert. En dan kijk ik ook naar Lizzie en dan zeg ik ook, ik denk dat jij nu even moet gaan, want ik word echt boos. Welke karaktereigenschap van Lizzie zou je het liefst op 90 graden willen wegwassen? Haar ochtendhumeur. Ja, dat denk ik dat dat wel hetgene is waar ik wel zonder zou kunnen. Alles voor de klok van 9. Gewoon weg. Joekie, je moet vaak optreden, maar is het wel eens voorgekomen dat je met een gênante vlek op het podium stond? Ja. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik een noedels at in een vliegtuig. En toen kreeg ik dus ook echt de hele kom noedels over mijn broek. En ik kijk naar beneden en ik denk, nou, die vlek droogt wel op en dat gaat wel weg. Dat was niet het geval. Maar we moesten gelijk door. Er hing zo'n hele soort van gelige bouillonvlek van die ramen hier precies op het punt dat iedereen daar in China dacht. Ja, deze gozer heeft toch in zijn broek geplast. Je lijkt me best een vrouwenmagneet, maar loopt Joekie Campus wel in zo'n blauwtje? Een blauwtje lopen. Nou, ik ben dus al 8 jaar samen met mijn vriendin. Dus dat valt wel mee. Je hoort altijd van iedereen, ik krijg echt honderden DM's. En ik krijg pikante foto's opgestuurd. En dan denk ik, maar ik niet. Als je Lizzie niet zou hebben... Met welke vrouw zou je wel eens een wasje willen draaien? Nou, ik ben dus die jongen die altijd verliefd was op Rachel van Friends. Jennifer Aniston. Daar ben ik denk ik al wel een jaar of 30 verliefd op. Volgens mij is ze ook nog single. Dus Lizzie, als je denkt, ik moet van hem af. Jennifer, wasje draaien. Ben je wel eens groen en geel van jaloezie geweest? Oh ja, ik was een heel jaloers type. Ik had voor Lizzie wel vriendinnetjes, maar ik was nooit echt verliefd. Totdat ik haar ontmoette. Zij is ook nog eens de mooiste vrouw ter wereld. Dus alle mannen die zien dat ook. En ik was in het begin zo jaloers. Zo jaloers. Aan welke gebeurtenis in je leven wil je geen woorden meer vuil maken? Ik denk dat dat toch wel moet zijn dat ik ooit een keer ben gaan crowdsurfen. Dan moet je eigenlijk een paar dingen doen ter voorbereiding. Ten eerste moet je het publiek heel erg aan jouw zijde hebben staan. En ten tweede moeten er genoeg mensen zijn. En ten derde moet je ook daadwerkelijk vertellen wanneer je gaat springen. Dus aftellen of zo. Alle drie de dingen niet gedaan. En waardoor ik soort van in een redelijk beschonken toestand... recht het publiek insprong en ongeveer 4 meter naar beneden viel. Die anekdote die komt dus nog redelijk vaak terug en daar heb ik echt een hekel aan gekregen. Ik wil er gewoon eigenlijk niet meer over praten. Ik wil het echt verdringen nu.
Wat is de grootste vlek op je carrière? Nou, ik heb behoorlijk wat verkeerde keuzes gemaakt in mijn carrière. Zo ben ik ooit begonnen met een studie aan de politieacademie. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren. Ik heb helemaal niks met geschiedenis. Ik denk dat ik zoveel studies heb gedaan dat, zeg maar, dat je dat niet op één hand te tellen is. Dus daar heb ik echt heel veel tijd verloren, heb ik het gevoel. En dan tot slot, Yuki. Bestaat er zoiets als een vlekkeloos leven? Hoe ziet dat er dan uit? Oh, nee, er bestaat niks als een vlekkeloos leven. Dat weet ik zeker. Iedereen die moet ook gewoon vlekken kunnen maken. En fouten kunnen maken. En gewoon een hele grote puinhoop van kunnen maken. Zolang je maar het juiste middel gebruikt om het weer schoon te wassen. Of weer op te lossen. Dankjewel, Yuki. Ik vond dit een vlekkeloos gesprek. Ja, nou, jullie bedankt. Heb jij nou ook een gênant vlekverhaal en durf je die te delen? Dan maak je zomaar kans op een jaar lang gratis perssale en een NC Goodie Bag. Kijk even hieronder hoe je mee kan doen.